Thank you.
doe het maar. Ga er maar staan. Met je viool. In zo'n aaneenschakeling van grootse en meeslepende meesterwerken. En dan zo'n meditation offeren aan het publiek. Niek Baar, solo viool in dit instrumentale gedeelte.
Thank you.
lang aangehouden stilte na de laatste noten. Hoe gepast om het even in te laten dalen. Na dat fameuze adagietto. Vierde deel. Ja, dat is toch ook mooi. Op zo'n concert kan dat. Even iets kleins, een baridderie. Door Barbara Deleu als soliste op de fluit. Er komen er weer blazers bij, die verschijnen uit de catacomben van Tivoli-Vredenburg. Kijk, het mag maar een minuut zijn geweest. Maar het applaus is er zeker niet minder om de hartelijkheid van mij, het publiek hier. Thank you.
dat is eigenlijk de muziek. Sommige stukken zou je willen dat het een leven lang doorging. Uit volle borst het Groot Omroepkoor. En
net zo hartstochtelijk het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marco Stens. Ja, dan gaat het dak eraf. Dan is nog één keer het hart en de ziel volop geraakt in dit volle Tivoli Vredenburg, grote zaal. Maar dit was toch echt het slot, hoor, van het slotconcert. En ik denk dat iedereen het ook de vrede mee kan hebben dat het het einde was. Iedereen staat, orkest is gaan staan. We krijgen de ceremonie van het applaus en de bloemen. Nou, als je het goed vindt, dan... dit is voor het Grote Omroepkoor speciaal. Je krijgt natuurlijk de verschillende groepen in het orkest die in het zonnetje worden gezet en de bloemen. Maar dat kunt u thuis allemaal niet volgen. Dus ik stel voor om langzaam hier afscheid te nemen. Alles is gezegd, alles is gehoord. En dan geef ik u over aan de zachte handen van Carl Nielsen in intermezzo uit zijn kleine suite voor strijkorkest. Noors Kamerorkest onder leiding van Christian Lindberg.